Gisteren was de eis van de officier van justitie 430 euro schadevergoeding voor een geleden schade aan de agent. Ja. Koek, koek. Ga met die banaan. Ja, domme, weer zo'n reclamefilmpje. We kunnen er gewoon niets aan doen, want als we eind dit jaar niet 50.000 betalende leden hebben, is het klaar met Poont. Dus word nu snel lid voor maar eenmalig 5,72 euro. Boe, Thijs, ja, 2 weken geleden was mijn collega hier nog. Toen had je een mooie bekeuring gekregen van 1000 euro. En nu ben je weer mooi beboet. Waarom? Ja, waarom? Dat was naar aanleiding van het incident met die motoragent in Bleiswijk, 11 juli. Ja, leg het even uit. We waren voor een actie bij de CBL geweest in Leidschendam. En geslagen dag op zich. En dat was een brave actie die dag. Ja. Niks geen gekkigheid gebeurd. Alles is goed overleg gedaan met de politie. We hadden besloten om even in het westen van het land even bij de McDonald's even een hapje te eten. En dan aan één tour naar huis in, naar de Achterhoek. En bij de afrit van de McDonald's haalde een motoragent onze kolonne in. Ik reed voorop, dus ik stap uit. En de agent die zet de motor op de afrit voor ons. En ik zei, vraag wat is er aan de hand? Ja, je mag hier niet in. Ik zeg, oké, maar waarom mogen wij hier niet heen aan? Ja, ik ben je geen antwoord verschuldigd. Ik zeg, ja, maar als jij mij geen goede reden kunt geven waarom ik hier niet naar de McDonald's mag, dan ga ik hier naar die McDonald's. Ja. Ze zeggen, we leven in een vrij land. Ja. Ik zeg, ik heb voor mij hier geen straatverbod. En voor mij heeft de McDonald's ook gezegd dat wij niet welkom zijn bij de McDonald's. Dus is mij niet bekend, of is u dat wel bekend? Ik ben je geen antwoord verschuldigd. Maar mogen we wel naar een andere McDonald's in? Ja, je mag naar elke McDonald's in Nederland, alleen niet naar deze. Ja. Ja, maar dat is toch gewoon belachelijk. Op dat moment dacht ik van, je zeurt me mooi. Als jij me geen goede reden kunt geven waarom ik niet hier mag, dan ga ik er gewoon in. En ik wou wegrijden. En op dat moment komt die agent ervoor lopen. Steek zijn handen op en een pistool in de lucht. Maar ook op jou gericht? Op mijn hoofd gericht, ja. Ik zat op de trekker, daar heb je zo de motor zo voor je. Je zit. Ja. Dus hij kon eigenlijk, als hij schoot, kon hij alleen maar boven lichaam schieten. Ja, dat is het gebeurd. Dan is het gebeurd, ja. Dan weet ik niet of het wel naverteld, ja. Nee, precies. Ja. Dus die McDonald's, ben je dat toen nog gekomen? Nee, daar ben ik toen niet gekomen. Nee, want je ging naar het huis van bewaring. Ja, ik werd meegenomen. Ik dacht afhankelijk dat ik me word meegenomen. En ik met een paar uurtjes ben ik op vrije voeten. Dan kan ik alsnog met de trek naar huis in rijden. Maar ik was de avond erna om 7 uur was ik weer op vrije voeten. Ja. Eerst werd ik verdacht van poging tot doodslag op dat moment. Maar doodslag op wie? Op de agent? Op de agent, ja. Omdat hij voor jou ging staan? Ja, omdat hij voor mij ging staan en ik zou op hem in zijn gereden. Maar nu moest je dus gisteren naar Rotterdam. Ja, dat klopt. Zou er een soort gisteren was de poging tot doodslag was er dus al afgehaald, afgezwakt naar een dreigement. Ja, ik zei, ik heb ook niemand bedreigd. Ik heb nooit gezegd van, nee, in de kant gaat rijden over hier. Dat is een bedreiging in mijn ogen. De officier zegt gisteren, ja, je gebruikt je trekker als wapen. Ik zei, nou, wij gebruiken onze trekkers als symbool van landbouw voor onze protesten. Dat weet iedereen toch in Nederland onderhand wel. Maar wat is er geëist gisteren? Wat? Gisteren was de eis van de officier van justitie 430 euro schadevergoeding voor de geleden schade aan de agent. Ja. En een taakstraf van 40 uur met aftrek van 2 uur omdat ik al een nachtje in de cel had gezeten. Maar dat geld gaat naar die agent omdat? Omdat die schade had geleden. Emotionele schade. Ja, ja. Nou. Ja. Dus ik heb weer aangegeven naar de officier ook. Ik zeg, laat die man niet komen, dan praat ik erover. Ja. Maar je kunt er gewoon uitpraten als normale mensen. Ja. Hij werd heel niet gehonoreerd, er werd niemand op gereageerd. Dag daarna was maar die man is erbij. Zo getraumatiseerd door jou, dacht je dat hij met jou een gesprek wil? Ja, wat heb ik gedaan dan? Ja, nee. Het was sarcasme. Ja. Ja. Want dus jij kon die eis, die boete en die taakstraf direct pakken, maar jij gaat naar de politie. Nee, dat ga ik niet doen. Ik ga er meer naar de politierechter in. Kijk, als ik schuldig ben, dan heb ik die straf gepakt. Ja. Maar het is geen haar om mijn hoofd je daaraan denkt. Stel nou, die politierechter zegt gewoon, ja, je moet inderdaad betalen en die taakstraf. Wat ga je dan doen? Oh, dat weet ik niet. Dan ga ik dan met mijn advocaat overleggen wat ik ermee ga doen. Ja. Maar als je dan zo op dit moment zou moeten kiezen, betalen of weer zitten? Nee, dan ga ik betalen. Oh, nee, ja, ik kan niet... Kijk, ik ga niet een aantal nachten in de cel zitten. Ik heb hier ook nog wat anders te doen.